voor onze, ook onze eigen clubje Telstar. Dames en heren, hier is hij. Mike Stoei! Mike, we hebben afgesproken dat wij geen interview doen, want jij stond net al met je handen in je zakken. En nog steeds begon je te vertellen. Hij zegt, Theo, geef mij de microfoon. Ik vertel iets over de ambities en waar we naartoe gaan. En na een minuut of vijf kom ik weer naast je staan. En dan gaan we nog wat vragen stellen over het nieuws wat jullie deze week hopen misschien naar buiten te brengen. Is dat een goed idee? Is dat een goed idee? Ja! Voor is yours. Nou Theo, we komen zo weer bij je terug. Nee, ik ben gevraagd om vanavond even hier naartoe te komen. Geen probleem. Ik ben 1-2 keer eerder bij Velsen geweest om bij een vriendje van me naar zijn zoon te komen kijken. Omdat ik gewoon ook eigenlijk het allerleukste in voetbal vind ik gewoon jeugdvoetbal. Daar ben ik in opgeleid, daar ben ik in opgegroeid. Jeugdvoetbal vind ik het mooiste wat er is. Nu is het allemaal zogenaamd zo bloedserieus. Is het helemaal niet, maar voetbal blijft gewoon voetbal. Wij hebben bij Telstar een aantal hele talentvolle jonge knapen. Die best wel eens een keer de bal naar de verkeerde kleur mogen spelen. En dan vervolgens daarna weer iets goeds doen. Maar ik heb het vandaag nog een keer gezegd. Het is allemaal al zo verschrikkelijk serieus. En ik ben nog van een andere generatie. Ik vind het waanzinnig leuk. Dat ik niet alleen de oude trainer, hij is nog de huidige trainer, ziet staan hier, Tom Pronk. Ik vind het ook waanzinnig leuk dat ik Martin Haar zie, want met allebei heb ik gevoetbald. Met Tom bij Excelsior, echt een heerlijke centrale verdediger. Met die Amsterdamse tongval, die bij Excelsior geweldige rol had als centrale verdediger. Later ben ik zelf naar Sparta gegaan, want ik heb voor de drie Rotterdamse clubs gespeeld. En Barry Hoeks werd ontslagen, we kennen hem allemaal wel. Sparta stond op degraderen. Martin werd aangetrokken, ik werd gehaald van Excelsior. Er kwam nog een Engelsman bij en Martin Haar had geloof ik de gouden schoen gewonnen dat jaar ervoor. En nou, die gewonnen. Volgens mij gevonden, maar oké. In ieder geval, ik stond ineens als linksback naast Martin Haar. Leuke van alles is, we stonden onderaan de streep. Toen kreeg je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd. Is die snoei al zo'n oude lul? Ja, dat is al zo'n oude lul. In ieder geval, we hebben het makkelijk gered. We eindigden zelfs nog in het linker rijtje. We hebben het er net over gehad met Martin. Toen werd er op een andere manier degradatievoetbal gespeeld. Tegenwoordig proberen ze nog van alles en nog wat. En ja, dan is Sparta bijna verbaasd. Dat ze dadelijk misschien wel in de finale van de play-offs tegen Telstar spelen. Want zo staat het ervoor. We denken er misschien wat luchtig over. En bij Telstar worden ze best wel nerveus. Want het is nog maar 4 wedstrijden van de Eredivisie vandaan. En Correia is hier, Varkenvisser is hier. Dat zijn mijn hele fijne collega's van mij. Die ook wat roots hebben. Met name Anthony bij Velsen. Eredivisie is heel dichtbij en daar kun je lacherig over doen en daar kun je grapjes over maken. Ik doe het in ieder geval niet. Wij spelen tegen de Graafschap en die zijn geen haar beter dan ons, Martin Haar. Die zijn geen haar beter dan ons, dus die kunnen wij verslaan. Moeten we heel goed zijn. Vervolgens dan nog maar 2 wedstrijden. En of dat nou Roda wordt of Sparta wordt, ik heb liever Roda, want Sparta heb ik een heel fijn gevoel bij. En dan speel je gewoon niet meer tegen Emmen. Niet meer tegen Os, niet meer tegen Den Bosch, maar dan komt Utrecht hierheen, naar IJmuiden. En dan komt Ajax en dan komt PSV. Niet met jong PSV of jong Ajax, nee, met de grote jongens. Nou, daar moet je gewoon voor gaan. En als Pieter de Waard... Ik moet op mijn woorden letten nu. Als Pieter de Waard dan vervolgens in problemen denkt, van oh, hoe gaan we dat nou organiseren? Want dan is alles niet in orde natuurlijk. De stadion klopt geen reet van. Waar moeten we de camera's zetten? We hebben niet eens een platform waar de camera's op moeten. Enige probleem van Correia, Smit en Snoeien is van hoe kunnen we een goed elftal samenstellen. Die je toch al dit soort ploegjes, met name in IJmuiden, heel moeilijk kunnen maken. Nou, dat is ons enige probleem. Dus voor de rest, wij gaan er nog een aantal finales van maken. Nou. Kijkend naar Velsen, ik ken Tom, ik ken Martin. Ik was echt verrast dat Martin bij deze club ging werken, want ik ken Martin Haar als trainer ook heel goed.
Wij hadden het waanzinnig moeilijk dit jaar. Waanzinnig moeilijk. We hebben een onterechte overwinning hier in IJmuiden behaald op Jong AZ. We hadden het waanzinnig moeilijk. Toen speelden die wel met het halve eerste in het AVO-stadion. Nog net een gelijk spelletje uit kunnen halen. Maar ik denk wel dat je ongelooflijk trots moet zijn op dat wat Ton heeft gedaan met Vels het afgelopen jaren. Maar ik denk dat je wel heel erg in je handen moet knijpen, ook met Martin als nieuwe trainer. En ja, ik vind dat echt een pluim voor de mensen die dat voor elkaar hebben gekregen. Dus even de handjes om elkaar voor ook de nieuwe trainer en de oude trainer. We gaan zo onze vriend erbij roepen, hè, want die had nog een paar leuke vragen voor mij. In ieder geval, ik vind het leuk om hier te zijn. Ik vind het in ieder geval leuk om hier te zijn. Ik zie heel veel bekenden. Ik ben hier pas een jaar. Ik kwam nooit in Noord-Holland. Ik ben een Rotterdammer. De helft is van Ajax. Wat? 80% is van Ajax? Nou, ik krijg het niet eens uit mijn bek. Maar desalniettemin, wij hebben gewoon weer een prijsje gewonnen. De bekerfinale. En Ajax doet gewoon leuk mee met alles. Doet er gewoon leuk mee. Eerlijk is eerlijk. En nou een paar hele spannende vragen. Ja, nou, wat kan ik daar nog over toevoegen? Ja, nou, ik heb er nog wel een. Eredivisie. 231 wedstrijden gespeeld. 4 doelpunten gemaakt. Weet je nog tegen welke partijen? Je ging de leuke vragen stellen. Weet je dat nog of niet? Ja, ik wilde een aantal keren... ik was linksback. Ik gaf net als Anthony matige voorzetten. Als we mee naar voren gingen. Anthony was altijd rechtsback. Als ik dan de achterlijn haalde, dan liepen de meesten alweer terug. Want die bal komt nog niet aan. En dan zeilde zo'n bal nog wel eens in het doel. Dat waren mijn doelpunten. Dat waren die 4. Allemaal. Jij zegt wel van, joh, wij komen uit 0-10 en 0-20, dat verschil. Maar we hebben wel iets gemeenschappelijk. We hebben een prachtige haven. Is dat iets wat ons bindt dan? Nee, maar... nee, maar dat tuurlijk. Toen ik begon vorig jaar hier, toen hebben we echt alle spelers weggestuurd. Telsa had best een aardige selectie. Maar dat waren allemaal jongens die helemaal niet bij deze regio passen. Hier staan best wel mensen die geslaagd zijn in het zakenleven. Maar het is heel simpel. Dat was ook bij Sparta toen ik daar begon. Je moet gewoon goed kijken van wat past er nou bij IJmuiden. En dan vind ik vooral als je kijkt naar de industrie, als je kijkt naar de visserij. En als je kijkt naar, we hebben volgende week 4.500 mensen in het stadion. 4.500, niet normaal. Ik heb ooit eens gezegd, die zeiltjes moeten weg achter het doel. Die mandjes moeten blijven, dat hoort bij Telstar. Maar die zeiltjes daar achter de... Ik vind het echt een doorn in het oog. Pieter de Waard is nu elke dag met het zweet op zijn voorhoofd. Is hij bezig met die, op zijn Rotterdamse gezegd, met die geile zeiltjes. Hij haalt ze allemaal weg. En daar komt een mooie noodtribune. Dus we hebben het voor elkaar gekregen. Het is misschien voor 1 thuiswedstrijd. Mijn droom is voor 2 thuiswedstrijden. Dat betekent dat we de finale hebben bereikt van de play-offs. En daar was het allemaal om te doen. Dames en heren, die tent moet vol. Gaan we kijken ook? Gaan we ook Mike Snoeien steunen zometeen? Ja, kom op. Gaan we ook kijken, Vels. Ja, zijn we trots op het clubje Telstar? Ja, zijn we trots op Mike Snoeien? Ja. Mike, het nieuws van gisteren. Er kwamen allemaal berichten voorbij op Twitter. Over een mogelijke aankoop wat toch redelijk serieus is. En 1 april is al geweest. Kan je vertellen wat daarvan waar is en waar ik het over heb? Of moet ik het zelf introduceren? Mike Snoeien twittert niet, heeft geen Instagram. Mijn dochters hebben geprobeerd al jarenlang om mij een Facebookpagina aan te smeren. Heb ik ook niet. Dus je bent aan het verkeerde adres. Oké, nou ik heb gelezen uit betrouwbare bron dat er serieuze pogingen worden gedaan om die Ravel van der Vaart naar Telstar toe te halen. Omdat ik zie hoe geweldig Robin van Persie bij Feyenoord iets losmaakt. En als Van der Vaart nog 1 jaar wil voetballen, moet hij dat niet in het noorden van Scandinavië doen. Dan moet hij dat hier in de regio doen, waar zijn vader nog met de fiets vanuit de Kennemers naar Telstar rijdt. Ik vind gewoon dat Van der Vaart hier moet afsluiten. Maar ik bepaal dat niet voor Van der Vaart, want hij heeft een hele leuke vriendin. En daar wil hij heel dichtbij zitten, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik kan ook hier openen. Zo'n roots komen uit Heemskerk, toch? Als ik goed ben geïnformeerd. Dus ik hoop dat hij liever achter een ander balletje aan wil rennen. En dat zou het allermooiste zijn als dat bij Telstar kon gebeuren. En
daar gaan we wel alles aan doen. Dat is een serieus verhaal. En als hij dat voor het geld komt doen, dan is het kansloos. Als hij dat komt doen om echt op een mooie manier af te sluiten, om de jonge spelers van Telstar nog sneller te laten ontwikkelen, dan juich ik dit toe. En ik ga echt een poging maken. Ik zag Ton Zwart al rondlopen hier, dat is de grote man van de technische commissie. Dus misschien kan ik een ticket regelen met Ton, anders betaal ik hem zelf. Ik ga hem echt bezoeken volgende week om wat iets te snel in de pers is verschenen, om hem daar warm voor te maken. Nou, we wensen je daar heel veel succes mee. Maar volgens mij, ja, laat hem maar even blijven door naar pauze. Het is toch weer een stukje reden om ook een stukje 020 in je team op te nemen, waarvoor een heleboel mensen waarschijnlijk wel weer komen kijken. Ja, dat zal iets teweeg brengen. Dan krijgen we het stadion echt elke wedstrijd vol. Wat dit jaar gebeurt, is al heel bijzonder. Het valt me nog niet echt mee hoe we echt eraan moeten trekken om de mensen binnen te krijgen. Maar ja, de mensen die vroeger uit Beverwijk kwamen, gaan nu richting AZ. Terecht, er wordt prachtig voetbal gespeeld. Maar als we daar weer een plukje van naar Velsen kunnen halen, ja, dat zou geweldig zijn. En ja, ga lekker naar je clubje Velsen kijken, maar kom ook op vrijdag naar Telstar. Zullen we dat afspreken? Ja? Alright, dames en heren, dan nog één keer die handen op elkaar van Mike Snoei. Mike, dankjewel voor je komst. En dan heel veel succes in die datumpositie. Ja, natuurlijk komt de ceremonie protocolair. Even de microfoon erbij, hoor. Nee, ik ben wel niet met lege handen gekomen, want je hebt 50 kaarten, maar je gaat zeker niet met lege handen naar huis. Nee, dat ziet er goed uit. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja, oké, Mike Snoei, dankjewel. En ik kom kijken, hoor. En met name de finale is dat.